perfecte ochtend begint voor mij met een vers kopje koffie en een verrassend ontbijt. Ik wil mijn ochtendritueel graag met jullie delen en zorg er met plezier voor dat jullie heerlijk ontbijten. Goedemorgen. Welkom. Even gerust plaats, hoor. Zo, je allemaal goed uitgeslapen? Ja. Ja? Ja. Ga voor jullie een ontbijtkoffie klaarzetten. Eentje met een milde intensiteit en zachte aroma's. Het is de Linizio Lungo van Espresso die ik ga klaarzetten. Ik ga hem gewoon zwart zetten. Goed? Alsjeblieft. Proef er maar eens van, hoor. Smaakt het? Ja. Ja? De Linizio Lungo is een blend van twee zuivere Arabica's uit Brazilië en Colombia. Ze willen apart gebrand, zodat de aroma's tot hun vol potentieel komen. Ze willen de bonen uit Brazilië lang gebrand, zodat de moutachtige en de graantoetsen ook naar boven komen. En de Colombiaanse bonen willen dan weer korter gebrand, zodat de zachte accenten meer naar boven komen. Het doet zelfs een beetje denken aan rietsuiker. Ja, je proeft de zachte... Zacht, hè? Het is echt een heel milde ontbijtkoffie. Hebben jullie enig idee hoeveel koffiebonen nodig zijn voor een kapsel te vullen? Zoveel? Nee. Te veel. En 60 koffiebonen, één kapsel. En komt dan uit op een 6 gram, zoals de meeste lungo's. Zometeen gaat Roger van Damme, onze chef, een heerlijk ontbijtgerecht voor jullie klaarmaken, die perfect past bij onze Linizio Lungo. Oké. Okay, geniet nog van de koffie. Dank je wel. Vandaag als ontbijt gaan we een echte Italiaanse klassieker maken. We gaan een tiramisu maken. We gaan hem combineren met de Linizio Lungo koffie. En die twee samen zal ervoor zorgen dat we een lekker feestje gaan maken. Stevig ontbijt, een luxe ontbijt, misschien voor de lange uitslaper. Deze lekkere tiramisu. Beginnen doen we met de mascarpone. Mascarpone komt uit Lombardije. Heeft ongeveer een 25% botervet. En iets wat veel mensen niet weten, boter wordt vaak gebruikt in de dessertjes. Nou, je kunt het ook vervangen door mascarpone. Het smelt makkelijker, heeft een mooie structuur en is niet zo vettig in de mond. Ik neem 500 gram. Mascarpone altijd eerst goed losmaken. We gaan ook geen gelatine gebruiken. Mascarpone is glad. Wat ik nu ga doen, is een mengelingje maken van onze bloemsuiker en onze eidooiers. Ik gebruik de scharreleitjes, in totaliteit 4. De dooiers ga ik nu luchtig kloppen met de bloemsuiker. 100 gram bloemsuiker. En dit heeft me tot denken gezet dat een recept niet altijd heel moeilijk hoeft te zijn. Die suiker die smelt mooi weg in die dooier. Ik ga er wat amaretto bij doen. Dat mag er wel een goede scheut bij. Voilà. Nou, kijk, de aroma dat komt er gelijk af. Het is wel mooi van amaretto. Die amandelgeur die erin zit, die vind ik altijd zelf heel lekker. En zeker in combinatie met Linizio Lungo koffie is dat echt de perfecte food pairing. Dit gaan we onder onze mascarpone mengen. Voorzichtjes, niet te snel. En die dooiers die geven ook gelijk een mooie kleur eraan. En die zorgen eigenlijk ook dat je een lekker rijk gevoel hebt hieraan. We hebben nu onze mengeling gemaakt van eierdooiers, suiker, mascarpone. Dat hebben we gemengd bij elkaar. En om het nu nog wat luchtiger te maken, gaan we er ook nog wat eiwit onder kloppen. Een klein beetje bloemsuiker erbij doen. Die bloemsuiker die gaan we erbij doen om een klein beetje stevigheid te hebben. Voor het eiwit op te kloppen, altijd ervoor zorgen wel dat je pot goed vetvrij is. En zo'n tiramisu kun je makkelijk 2-3 dagen van tevoren maken. Want als hij een dag of 2 heeft gestaan, dan is hij pas op zijn lekkerst. Ons eiwit is zo voldoende opgeklopt. We gaan hem bij onze mengeling doen. Ons beslag is nu klaar. En dan kunnen we onze spiklaaskoekjes, die gaan we marineren in de amaretto met een klein beetje koffie. En dan hebben we eindelijk een luxe tiramisu. Ja, normaal gezien gebruiken we lange vingers. En waarom eigenlijk lange vingers?
Lange vingers die zorgen ervoor dat ze die koffie heel snel kunnen opnemen. En die lange vingers die worden eigenlijk 3 keer zo groot. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je stevigheid krijgt. En als je dat dan gaat eten, dan krijg je die lekkere, sappige koffie. Die komt dan daarbij met die mascarpone. Superlekker. Nou, ik had gedacht van ontbijt, nou wat eten we heel graag? Een boterham met speculoospasta. Vandaar dat ik een combinatie ga maken van speculaaskoekjes en briochebrood. De koekjes leggen we erin. De Linizio Lungo koffie ruikt heel zalig. Klein beetje amaretto erbij doen. Niet te veel. En dan met een lepel gaan we dit op onze speculaaskoekjes doen. Niet te veel, gewoon zo net voldoende dat het in die koekjes kan opgenomen worden. Je zult zien, die koekjes die gaan perfect zacht worden. Klein beetje brood gaan we erop doen, want het is een ontbijt. Het is wel een luxe ontbijt. Ik heb briochebrood. De korstjes die ga ik eraf snijden. Dat briochebrood is eigenlijk een brood wat je heel veel in Frankrijk ziet. Wat vetter, er zitten wat meer eieren in. Daarom is je ook wat geler van kleur. Een soort chantwiesdeeg is het eigenlijk. Dat is een lekker papinaal, hè? We gaan onze massa erop gieten. Je giet het er allemaal bij. Voilà. Ik ga hier nog wat koekjes extra bij doen. In totaliteit ga ik 2 laagjes leggen. Hier ga ik ook nog wat koffiesiroop over doen. Als laatste laagje erover doen. En voor de mensen die echt verslaafd zijn aan zoet, is dit wel het ideale ontbijt. Dit gaan we eventjes laten opstijven in de koelkast. Daarna een laagje cacaopoeder er nog over. En dan serveren aan onze gasten. Onze tiramisu heeft kunnen opstijven. Alles is eigenlijk in dat brood en in die speculaaskoekjes getrokken. Ik ga er nog wat speculaaskruimels ook overstrooien. Zo'n beetje relief erin krijgen. En natuurlijk, bij tiramisu hoort een mooie kraag op te zitten. Nou, die kraag die wij er gaan opdoen, is met cacaopoeder. Je hebt cacaopoeder in verschillende kleuren. Donker, licht. Ik ga hier een beetje voor een lichtere kleur. Roger. Hey, Esmeralda, alles goed? Goed. Het ziet er weer heerlijk uit. Het is eigenlijk een dessert in een ontbijtjasje gestoken. Origineel. Waar komt de koffie vandaan deze keer? Het is een mix van Braziliaanse en Colombiaanse bomen. Oké. Ik ga er nog een klein beetje bloemsuiker zo overstrooien. Een beetje sneeuweffect. Een touch. Aan jou de eer om hem naar boven te dragen. Dank u. Alsjeblieft. Ik volg jou. Ik ben benieuwd hoe dat ze gaan reageren. Ja, ik ook. Het komt eraan. Zijn er. In welgemeende goedemorgen. Goedemorgen. Nou, vandaag voor jullie een stevig ontbijt. Ik heb een tiramisu gemaakt met daarin brood verwerkt, speculaaskoekjes, natuurlijk amaretto en eigenlijk ook nog een of andere koffie. Maar welke koffie was het? De Linizio Lungo van Espresso. Ik ga jullie allemaal een beetje geven. Mooi smeug. De graan- en maaltoetsen van de Linizio Lungo vinden jullie dan ook weer terug in het ontbijt. Namelijk in boterhammen en een speculaas. Smakelijk. Smakelijk. Geniet ervan. Dag. Ja, dat is lekker. Ik heb een speculaas erbij. Ja, dat vind ik ook altijd heel lekker. Lekker knapper hier. Echt lekker. Echt lekker.